Ruim te maken voor ons, want bent er 21 paschoenen nu. Ja, dames en heren, welkom. Het is zaterdagavond 10:30 geweest. We gaan loten. In de schaal zitten de 4 mogelijke tegenstanders. En we gaan beginnen met de wedstrijd Excelsior tegen. Nou, Kees Kwakman, doe je best. Nou, gaan we best doen. Oeh, een balletje. VVV Venlo. Jazeker! Ja. Hey. Oh, ik wou het kut in de muziek. Ja, mooi nog. Ja, over het hoe gaan we het maar niet hebben, maar kwartfinale breken. Prima dan toch? Nou, ik wil best wel over het hoe hebben, Vincent. En vond je het mooi? Ja, maar dan gaat het niet. Vond je het goed? Dan gaat het toch niet. Nee, ja, daarom wil ik het toch ja, niet hebben. Jawel, maar vaak wordt er dan gezegd van ja, we gaan met 8 nieuwe jongens spelen. Maar dat heeft allemaal te maken met de cyclus die eraan zit te komen. En als Ajax dat dan doet tegen AZ, is dat heel normaal. Maar wij moesten gisteren moest je met elkaar aan de gang. Die wedstrijd moest omgezet worden. Puur resultaat. Dat was een keer goed gedaan. Dus volgende loting. Ja, waar hoop je op volgende loting? Nou, ik zou het als Rotterdam wel wel leuk vinden om tegen Excelsior te spelen. Ja, en dan is de kans groter ook dat je de halve finale haalt. Het is wel wat, hè? 25 jaar geleden was het, hè? Ja. Dat we in de kwartfinale staan, ja, dan moeten we eigenlijk gewoon all the way gaan. Was ik nog jong? Ja, ja, en ik was al net. Was jij er net? Ja, nou ja, ik was 12. Nou, belangrijk potje ook dit weekend weer. Ja, alle wedstrijden zijn natuurlijk belangrijk. Krijg dat antwoord weer, maar Twente uit. Zonder Vaclav Czerny. Het scheelt een beetje. Dan in de grootste vorm, hoor. Oosterwolde, zwaar gebaseerd, ja. Krijgen hamstring. Maar ook daar liggen weer kansen, jongens. Weet je, als wij goed staan en we zijn met z'n allen het collectief wat we wegzetten, dan heb je tegen iedereen kans. Het kan een mooi weekend worden. Mooie loting, mooie wedstrijd. Kan niet fout. Dankjewel, jongens. Laten we het hopen. Goed, okay. Trainer, dankjewel. Oh, ja. Aaron Bastiaans. Ja. Laat het eerst over zijn doelpunt hebben. Dan ja, mooi, mooi. Hij draait zich eigenlijk de verkeerde kant op. Nou ja, zijn goede kant, want hij schijnt rechts te zijn. Ik heb het gisteren niet gezien dat hij rechts is. Hij draait terug. Ik denk, hallo jong, geef maar af met links. Nee. Hij nagelde hem nog fantastisch in. Hij zat er goed in. Hij zat er goed in. En daarna ook nog die actie in de zijlijn. Pop, over die speler heen. Ja. Vertrouwen, is gewoon vertrouwen. Ja, is hij gewoon vertrouwen. Uitstekend. Loopt nu gewoon 2-3, hè. Ja, dan hebben we heel veel veren in de kont gestoken. Trekken we er nu weer een paar uit. Dat gejuich, man. Nou, überhaupt dat gejuich. Eerst wil ik eventjes, het is de week van het juich. Ja, de week van het stom juich. Lucas, ga even zitten. Ja. Ja. Hij doet mijn haar. Waarmee Labiat en Promesses laten zien dat ze scheid hebben aan alle coronaregels. Ja. Aan alle mensen die in de zorg werken. Aan alle mensen die op de IC liggen. Belachelijk. Moet Ajax tegen optreden, gaan ze toch niet doen. Nee. Ik vind dat de trainer ook wel iets mag zeggen van het belachelijke juichen van Aaron Bastiaans. Nou, weet je wat ik helemaal mooi vind? En dan zie je dat Aaron Bastiaans gewoon eigenlijk nog geen 1000 weken oud is. Terwijl hij gescoord heeft. Yay! En denkt, wacht even. Gaat hij naar zijn vingers kijken? Hoe moest ik ook weer? En hij weet het gewoon niet. Want er volgt een getal of een website. En dit is een hartje volgens Aaron Bastiaans. Nou, gelukkig dat Aaron Bastiaans geen tekenaar is. Dit is geen hartje. Heel artistiek, ja. Heel artistiek. Doelpunt was ook artistiek. Overwinning is mooi. Want je weet het, hè. We spelen gegarandeerd een uitwedstrijd. Dat vind ik jammer. Ook al kunnen we er niet bij zijn. Mm-hmm. Thuis is altijd leuker. En de 4 mogelijke tegenstanders zijn NEC, Excelsior, Heerenveen. Die hebben we ook nog. Ik vind ze allemaal wel wat hebben. Weet je? Ja. In de bloedpool van NEC. Ja, vind lekker. Mooi. Lekker. Ajax in de arena, prachtig. Alleen ja, kans klein dat je doorgaat. Ja. Heerenveen. Pittige tegenstander. Ja, dat hebben we hier gezien. Excelsior. Mijn voorkeur gaat uit of naar Excelsior of NEC. Omdat je daar gewoon. Heb je gewoon een schaatspunt? Ja, tuurlijk. Heb je gewoon een grote schaats. Het levert ook weer heel veel geld op als je doorgaat. Dan laten we dat niet dat vergeten. Zoals Griekenland. Mooi bruggetje, ooit een keer Europees kampioen geworden. Ja. Over Grieken gesproken, Lucas. Mijn achternaam Pollux. Ja. Komt uit Griekse mythologie. Griekse god. Het schijnt dat er wel een klein godje, hè, want die Pollux, die wordt ook altijd al met Castor genoemd. Ja, dat betekent wat is, dat wat je. Is Bremmers, ja, nee, dat is niks. Nee, die komt uit Bremen. Hallo, dat die hebben ik. Iets meer gewonnen dan heel Pollux bij elkaar. Maar goed, jij bent een klein godje. Stan zoekt het tegenwoordig in de Griekse goden. Er schijnt er weer in te komen. Hè? En nee, geen lollige achternamen, grapjes. Maar de Italiaanse vrienden van Ascoli denken, ja, ik heb geen zin om in het weekend te werken. Wij rammen dat bericht vast op internet. En daar stond tijdens de wedstrijd dat VVV voor de beker speelde, al het bericht
VVV Venlo huurt Donis. Nou ja, en als Askoli dat zegt, dan geloof ik. Ja, dat bericht dat staat al lang klaar. Maar hè, noem het maar puntjes op de i, puntjes op de Griekse ei. Daar staan geen puntjes op voordat we daar mailtjes over krijgen. Maar medische keuring, et cetera, et cetera. Zolang er nog geen handtekening staat, is hij nog niet gehuurd. Dus ja, hij zal vastkomen en ik geloof dat allemaal. Maar het is nog niet zo. En VVV moet officieel wachten dat alles in kannen en kruiken is voordat het gebracht kan worden. En komende zondag een uitwedstrijd in de Goalsvesten. Normaal supersfeervol stadion. Zonder twee hele belangrijke spelers. Linksback Oosterwold en ja, potverdomme, Langruiter en Tjerny. Ja. Maar toch nog een goede ploeg. Ja. Maar... ja, ik weet het niet, Lucas. We zijn gewoon in goede doen. Hè. De trainer had het net ook over vertrouwen. Het kan wel weer gewoon. Natuurlijk kan het wel weer, want dat gebeurt dus ook. En die wedstrijd haal ik er altijd maar bij. RKC komt eraan en wint ook gewoon in Enschede. Dus het is alles is mogelijk. Dus ja, wij kunnen punten pakken. Want ja, we zijn ongeslagen in 2021. Kun je lang en kun je kort over praten. We zijn ongeslagen. Als het Excelsior en 3 puntjes wordt, Lucas, trakteer ik volgende week op plein. Voorbij de koffie die we normaal gesproken hebben. Ja, oké, okay, Funs beloofde 3 punten en Excelsior. Ik zeg 3 punten of Excelsior. Hé, hey, want deze de les wel wat fly. 3 punten of Excelsior ben ik tevreden. Maar we gaan gewoon voor die ongeslagen status in 2021 vast te houden. Op naar de wedstrijd tegen Twente. Op naar de loting. En op naar fly. Op.